Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandagochtend. Vorige week vlog, als jullie hebben gezien, vertelde ik al dat ik gisteravond helemaal niet lekker was na het weekendje weg. En dat ik vanochtend ook niet zo lekker wakker werd. Dus ik ben even een uurtje langer blijven liggen. En ik voel me nu op zich wel prima. Dus ik ben onderweg naar stage. Ik zie er niet uit, ik heb echt alleen mascara op. En maakt het me niet uit. New week, new beginnings, new fresh energy. We got this. Ik kreeg dus pas een comment dat ze vonden dat ik anders deed als vroeger. Dat ik nep deed en in ieder geval heel overdreven deed. En dat het daardoor nep overkwam. Toen dacht ik echt van... Oké. Ja, ik ben gewoon mezelf. En ik kan nogal overdreven zijn. Dat is zeg maar ook mijn persoonlijkheid. Dus dat nep kan overkomen, dat vind ik jammer. Want echt alles behalve nep. Ik probeer juist zo real mogelijk te zijn. Maar goed, toen dacht ik van, ik vind het wel een soort jammer dat het dan overkomt. Dus ik hoop niet dat bij de meeste van jullie dat wel zo is. Maar ja, ik ga lekker verder rijden, want vloggen en rijden is niet de beste combo die er staat. Bij jou gezien. Jongens, ik ben met mijn zus. Hallo. En we gaan een mukbang opnemen. In Amsterdam zijn we nu. We gaan naar Flamy Fries. Ik ga het zo meteen laten zien. Het moet hier zijn. Het is zo vaag waar we moeten zijn. Maar staat ook nergens een bord of dit lijkt echt gewoon een industrie. Dit is geen restaurant. Hier, wat is dit? We gaan even kijken. Nou jongens, het is helemaal drama en kut. We waren helemaal ergens naartoe gereden in Amsterdam. Was die plek die is. Het is zoals Flamy Fries, dus mac and cheese met hot Cheetos. Allemaal lekkere dingen met Flamy hot Cheetos en takjes en zo. Dus nu gaan we eten halen bij de Vegan Junk Food Bar. Heb ik wel eens gegeten, lijkt me ook tering lekker. Ook leuk voor een mukbang, ja. Het is maar zo, ja. Het kan niet anders. Dus gaan we gewoon een andere keer naartoe. Het is alleen echt midden in Amsterdam, dus ik heb nu echt tering illegaal ergens mijn auto neergezet. Maar fuck it. En ja, Isabel is nu het eten halen. Oh, Isabel FaceTimes. Yay. Ja, ik heb echt heel veel. Echt gewoon van alles heb ik wel elk beetje van. Nou, helemaal leuk. Ik vind het prima. Ja, helemaal top. En een flesje water dan? Ja. Oké, top. Nou jongens, sorry, echt tering veel. Nou, komt helemaal goed. Die video staat online als het goed is. Dus helemaal leuk. Go watch it. Ik zit nu trouwens wel met het ding te bedenken. Waar gaan we parkeren? Waar gaan we eten? Het wordt zo meteen donker. Dus ik ga niet... Ik wil eigenlijk niet ergens naartoe rijden. Maar het lijkt opeens heel grijs. Ik wil maar... Eigenlijk wel weer even een stukje blonder. Want naar hierboven vind ik het wel leuk dat het echt donker is. En dat het echt doorloopt. Maar ik weet niet. Ik wil daar weer wat blonder of zo. Het lijkt nu echt teringrijs. Maar misschien komt het wel door het licht. Want dat is het echt niet zo erg. Ik sta ook op een... Oh, ik sta op een invalide plek. Oh my god. Als je daar een bord... Als je daarvoor een boete krijgt, ben je zo de lul. Shit. Ik hoop dat je wel snel komt. Ik zit dus echt te denken, we gaan filmen. Wat een struggles. Oh my god. Eerste zin. Ik betrap je met die bitch. Hele dag ballonnen. Maar geen lach op je gezicht. Zo, wat ballonnen. Nou, lach als ballonnen. Met de chick, terwijl je zit in een relatie met mij, is toch raar. Die situatie liep echt uit de hand hoor. Die bitches had de audacity om binnen te komen weer in de kamer waar wij... Dus ik probeerde al die cellen te schoppen. Ik probeerde echt hoe calm collective te zijn, hè. Weet je wat ze deed? Ze gaf hem een nieuwe ballon. En toen duwde ik die ballon tegen haar hoofd aan. Ja, ik ben wel geklapt, sorry. Dat vind ik echt niet zo. Dat moest je echt niet bij mij doen. Weet je wat nog toxischer was? Ik durf bijna niet te zeggen. Maar voor hem was dat een teken van liefde, dat ik dan deed. Dat ik soort van daar... Oh, dat ben ik Guys are crazy. Mannen zijn echt gek. En dan zeggen ze dat wij wel gek zijn. Hun zijn was echt gek. Mijn eerste zin. Geweldig. Mooi, hè? We hebben net een mukbang gefilmd. Als het goed is, staat weer online. Vegan Junk Food Bar. Is het zo een beetje vol? Ja, ik ook. Echt, ik zie je hier, Janneke.
moeten janken. Het is gewoon al, het is nog maar 8 uur. Dat vind ik zo heerlijk dat het 8 uur ja. is. En dat het donker is dat je denkt, ik ga zo lekker naar bed. Want ja, je kan donker. Nu gewoon naar bed. En het is 8 uur. Ja, dat vind ik dus geweldig. Vooral omdat ik vroeg moet slapen. Ja, ik niet. Oké, okay, maar we gaan dit even allemaal weggooien. Ik zit mijn gordel aan het doen. Net te praten over het milieu en de ja. wereld. En nu al dat vreemd echt wel. Ja. Zonde, ja, maar it is what it is. It is what it is. Ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. En ik heb eigenlijk alleen maar op TikTok gezeten en TikToks gemaakt. En ik maak altijd heel veel TikToks, maar ik plaats ze nooit. Omdat ik het dan stom vind of zo uiteindelijk. En dat is heel stom, want TikToks ga je 500 keer bekijken. Maar Insta-stories plaats ik gewoon, YouTube-video's plaats ik gewoon. Omdat ik één keer kijk en dan denk ik, joh. Maar naar TikTok ga ik altijd 500 keer kijken. En dan ga ik allemaal rare dingen opmerken. En denk van, eeuw, dit ziet er niet uit, dat is lelijk, waarom doe ik zo raar? Dus ik moet er gewoon mee kappen. En ik moet gewoon plaatsen, want ik vind het gewoon fucking leuk. Maar goed, hartstikke leuke mukbang net opgenomen met Ies. Ik ga even snel mijn kamer stofzuigen. Ik heb deze trouwens overgekregen hoor. Oh nee, dat weet ze natuurlijk niet. Het was een mukbang. Voor de mensen die een mukbang hebben gezien. Jullie snappen waar ik het over heb. It's not a game, it's a een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik heb het koud. Jongens, het wordt echt weer te koud. Jongens, ik heb trouwens super goed nieuws. Ik ben pas gaan kijken voor een auto. En I found some car. En het is een Volkswagen Up. Ik zal wel een foto plaatsen. En oh my god, ik ben zo blij. Ik heb gewoon eindelijk mijn eerste auto gekocht. Ik ben zo, zo trots. Het gaat alleen nog wel 2-3 weken duren. Omdat de auto uit Duitsland komt. En kenteken vrijgegeven moet worden. En bla 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 bla. Dus ik moet nog heel even geduldig zijn. Maar I cannot wait. Eindelijk. Ik ben er zo blij mee. Vooral waar ik woon moet je echt veel dingen met de auto doen, want we wonen zeg maar in het dorp. En het is wel mooi en heel ruim en op zich wel dicht bij de steden, maar daarvoor heb je dus wel een auto nodig. En dan kan ik wel vaak de auto van mijn ouders pakken, maar voor stage, gewoon voor veel dingen is het gewoon chill om je eigen auto te hebben. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Het lijkt wel een soort wazig beeld, alsof het niet helemaal goed is. I hope this is better. Oké, parfumetje. Ik ga voor deze van Balenciaga. Love it. Hier. Joe. Dit is Out of the Day. De trui is van bij Jules Fashion. De legging is van Naked. En de schoenen zijn ook van Naked. Love it. En ik ga nu naar beneden en dan ga ik naar stage. Hallo, hallo, hallo. Ik ben klaar met stage. Het is 6:10 van mijn huis. En ik voelde me echt niet goed vandaag op bed. Ik weet niet wat het was, maar ik ben echt een soort ziek aan het worden. Echt een soort grieperig en ik voel me gewoon helemaal niet goed. Voor de lunch ging het eigenlijk helemaal prima. En toen gingen we lunchen en daarna werd ik opeens helemaal niet goed. Ik kreeg keelpijn en voor mijn gevoel heb ik ook een beetje verhoging. Dus ik hoop echt niet dat ik ziek word, want dan heb ik helemaal geen trek in, joh. Mijn vader is zo verjaardag, weet je nog wat ik gezegd? Cutie pie. Echt, mijn BFF is mijn vriend. En mijn vriend. Mijn vader is echt mijn BFF. Oh, I love him so much. Jullie allemaal een beetje doorrijden. Dan haal ik het groene licht ook nog. Thanks. Het is echt een goed verhaal. Ik ben ook echt niet bij mijn hoofd. Ik hoop gewoon niet dat ik ziek word. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen tijd voor. You know. Nou jongens, het is inmiddels een tijd verder. Ik voel me nog steeds niet helemaal lekker. Ik heb even gedoucht. Het is 9:00. Dus ik ga zo meteen lekker mijn bed in en slapen. Ik hoop dat ik morgen gewoon beter wakker word. Lekkerder wakker word. En naar werk kan gaan. Anders vraag of ik misschien thuis kan werken of zo. Want ik ga echt niet zo werken als ik me nu voel. Maar goed, dat is
echt jammer. Hè, er is niks aan te doen. Ik heb echt geen zin en echt geen tijd om ziek te zijn. Maar oké, het zij zo. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag nog weer thuis aan het werken, want ik ben nog steeds niet zo lekker. Ik heb echt knal in de koppijn. Ik heb ook wat langer geslapen omdat ik gewoon niet wakker werd. Omdat ik zoveel hoofdpijn had. En ik heb gewoon opeens een beetje last van mijn keel en zo. Helemaal kut. Maar goed, gewoon een dagje thuis rustig werken. Ook een keer chill. Vanavond ga ik naar Stan, daar gezellig eten. En ik hoop dat ik me morgen beter voel. Want morgen gaan we ook gezellig lunchen met het hele team. Dus ik hoop gewoon allemaal beter. Hallo schatjes. Het is inmiddels al woensdagavond. Het is 9 uur. Ik ben bij Stan. En Stan is aan het sporten. Dus ik ben op zijn kamer. En ik zit gewoon even lekker achter mijn laptop. Heerlijk. Ik was vandaag echt lekker. So I'm sorry that I didn't vlog a lot today. Maar. Ik heb een heel leuk nieuw kettingje. Van, shit, waar is je nou van? Juwelia. Volgens mij, Juwelia. Oh, ik kan hier zo slecht tegen. Jongens, wie heeft het ook altijd dat al die ketting in elkaar zit? Ik vind het vreselijk irritant. Ik ben nu bij de bestaan. Ik heb gezellig bij hem gegeten. Omdat ik vandaag weer zo rustig aan heb gedaan, voel ik me nu wel goed. En ik denk dat ik morgen ook wel sowieso naar stage kan. Dus dat komt helemaal goed. Aankomende zaterdag hebben Stan en ik dus een jaar. Oh my god, dat gaat zo snel. Ik weet echt nog wel dat ik echt happy single was. En het allemaal helemaal prima vond. En totaal niet op zoek was naar een relatie. Nu zit ik alweer een jaar in een relatie. De langste relatie ooit trouwens. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn. Ik heb hiervoor van mijn 16e, 17e relatie gehad. Maar ja, dan ben je zo jong. Dan is het zo anders. En totaal niet te vergelijken met wat ik nu met Stan heb. En net tussendoor heb ik wel eens met jongens gezeten. Maar ja, dat was niet echt een relatie zoals met Stan. Stan is mijn eerste echt officiële, volwaardige relatie. Volwassen relatie. Dus I'm so proud of myself. And so proud of us voor ons allebei. Want we doen het echt goed. We hebben echt zo weinig gezeik en weinig ruzie. En we communiceren gewoon echt superveel. En het gaat allemaal echt in een stijgende lijn omhoog. Natuurlijk met ups en downs. Ik bedoel, elke relatie heeft wel eens dat je op een punt komt dat je iets moeilijks tegenkomt. Of dat de ene doorheen zit of de ander. Of, maar daar help je elkaar eens uit. We vullen elkaar aan. En we voegen allebei iets heel erg positiefs toe. En zolang dat het blijft en je elkaar het beste uit jezelf haalt. Bedoel ik, ja dan gaat het helemaal goed. Ik denk echt de key dat we heel veel communiceren. Nog steeds alleen maar met de dag gekker op elkaar worden. Elkaar beter leren kennen. Maar ook wel meer ruimte ook geven om elkaar te leren kennen. En elkaar en te zijn wie we zijn. Een leuk verhaaltje. Over my history with relationships. Nou, als wel dat je mij 2 jaar geleden ontmoet. Had ik gezegd dat ik nooit van mijn leven zou trouwen. Ik had altijd wel een beetje verkeerde jongens. Waardoor ik echt verkeerd beeld had over jongens. Heel verkeerd beeld. Dus ik wilde er niks van hebben. Ik wilde er niks door mee te maken hebben. Tot ik Stan ontmoette en ik dacht, oh my god, er bestaan ook goede jongens die fucking leuk zijn en waar je wat aan hebt en die je niet misbruiken of liegen, niet manipuleren. Nee, ik weet niet. Ik ben zo, zo blij met hem. Hij helpt me zoveel en ik heb helpen hem weer. Dus vul ik er echt goed aan, vind ik. Leuk dat ik dat allemaal over mijn eigen relaties heb. Maar ik kan gewoon niet geloven omdat dat we een jaar hebben. Omdat ik nog zo verliefd en alleen maar verliefd word. Dat vind ik gewoon zo raar. Zo hoort het. Maar dat ben ik niet gewend. Genoeg gepraat. Ik hoop dat jullie het een leuke talk vonden. Ik ben alweer 5 minuten aan het filmen. Ik ga zo meteen lekker naar beneden op de bank zitten. En ik weet niet hoe laat het dan toch komt. Hij is lekker aan het sporten, dus hij moet lekker zijn ding doen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En ik moet weer stage lopen. Ik ben al op mijn stage. Ik ben vandaag veel, veel, veel beter wakker geworden. Ik ben echt super blij dat ik gisteren een dagje thuis ben gebleven. Rustig aan heb gedaan. Niet te veel van mezelf heb gevraagd. En nu voel ik me weer top. Dus dat is super chill. Ik ga vandaag naar stage. Ik ben er al. En we gaan vandaag gezellig lunchen met stage. Gaan we ergens lunchen in Leiden. Super, super gezellig. Dus dat is helemaal leuk. En vanavond ga ik uit eten, dus dat is ook heel leuk. Nou, hallo allemaal. Het is inmiddels 5:30.
En ik ben nu bij de bushalte. Ik ga namelijk naar Amsterdam. Godverdomme, ik doe niet zo. Die bus vertrekt pas over 8 minuten. Wat is dit nou weer? Hè? Heb ik hem al net gemist? Ik helemaal zit te haasten. Wat is dit? Shots, mon dieu. Hier word ik boos van. Vertraging. Nou ja. We gaan het zien. Maar ik ga gezellig uit eten met Marel en Anna in Amsterdam. Dus snel uit het stage gereisd hierheen. Het komt helemaal goed. Ik was bijna mijn mondkapje weer vergeten. Ik hoef nergens meer wel met OV. Maar godver, ik haat wachten. Helemaal geen tijd voor. Jongens, ik ben weer lekker met mijn meiden. Ja, ze zijn niet scherp, maar hè, we doen het ermee. Jouw kreeftenbiscuit is een soep. Ja, mijn kreeftenbiscuit. Ik snap het ook allemaal niet. Nee. Ja, wat is het dan? Kreeftensoep is wel lekker. Heel lekker. Ja, heerlijk. Maar is hier. Wat hebben we erbij? Nou, dit is gewoon rode wijnazijn. Nee. Jongens, ik word helemaal gek. Wordt helemaal gek? Het is gewoon niet scherp. Ze zijn niet meer bij. Ik zit de hele tijd te vloggen en er staat niet eens aan. Beter dan kaarsen. Nee, ik wil niet. Is dat stikkie? Ja joh. Dus we gaan een oester nemen. Eeuw, ik heb ook een pit. Wat voor azijn? Nee joh, niet te veel hoor. Dat is wel lekker hoor. Ja, nou, is het een beetje los? Ja, is het los. Nou. Mijn is ook wel los. Wacht, ik moet dit nog. Ben je helemaal ready? Hij is wel viezig denk ik, een beetje schelpleg. Voor mij niet. Nou, cheers! Heel lekker. Ja. Zo. Hij is echt heel lekker. Oh, heel lekker. Nog 5. Wat? Nog 5. Ja. Nog 5. We hebben er nog 5. Oh. We hebben 2 shots. Lekker. Heel lekker. Jullie zijn zeg maar alles boven scherp, maar hè, we doen het een beetje later. Beter. Blurry nice. Ja, blurry nice. Is dat nou een picture? Nee, dat doen we wel anders. Het is vandaag vrijdag. Ik ben weer niet lekker geworden. Ik heb zoveel spijt van gisteravond. Ik heb echt heel veel last van mijn keel. En verkouden. En ik ben heel moe. En ik heb echt een heet hoofd en een zwaar hoofd. Ik ga vandaag thuis werken. En ik hoop dat ik gewoon aan het einde van de dag een beetje beter voel. Van het weekend ook. Zodat ik wel gewoon nog leuke dingen kan doen. Want het weekend is mijn enige vrije tijd. Dat ik leuke dingen kan doen. Dus let's hope so. Vanavond gaat het wel gezellig. In ieder geval wat er nu op de planning staat. Is dat ik ga eten met Anne. En dan gaan we naar de klinker. Dus ik hoop dat ja, gewoon een frisse douche. En even gewoon aan het werk gaan. Me helpt. Zoveel spijt. Ik was gisteravond ook helemaal niet laat thuis. Want alles gaat om 12 dicht. En Stan had me om 11:30 opgehaald. En ik had ook helemaal niet eens veel gedronken. We hadden een paar wijntjes op met eten. Maar toen dacht ik al. Gaat het me niet goed worden. Maar ja. Het zei zo. Ik ben met Annie. Die heeft me lekker opgehaald bij Stam. Oeh, het is zo raar altijd om langs mijn eigen huis te rijden. Ja. Dan denk ik van, oh nee, ik mis afstand. Ja. Het is echt pleuris weer. Jeetje, meneetje. Maar ja, denk ik wel. Ja. Chill. We gaan nu naar mei. Dan gaan we spullen ophalen. En dan gaan we lekker snackbar vreten. Woehoe. En dan gaan we omkleden opmaken en dan gaan we vanavond lekker een drankje doen. En ik voel me al een stuk beter vanochtend, dus dat scheelt alweer. Ik ben wel echt nog super moe. Maar goed, you only live once. Auto. Oh jongens, wij hebben snackbar.
Hier heb ik zin in, stikjesaus. Woehoe! Ik heb een patat met mayo, pinda en ui. En we zeggen, wie weet de naam daarvoor? Wie weet de naam van de patat? Het is niet oorlog en zo niet flip. Maar wij zeggen tegen die snackbar, patatje oorlog, wat is dat? Zegt ze, patat met mayo, pindasaus en curry. En ui. En ui. Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dus maar het is ook per dorp snackbar, en regio ja. Verschillend. Want als je in, weet ik, van weg zo komt, dan is het weer... Is weer flip, ja. Is flip weer met ui en ja. Dan... Ja. Maar weet iemand de naam? Een naam van mayo, pinda, ui. I like to know, because I like it a lot. En ik heb een kipcorn, en we hebben kaasvlee, en jij hebt Kern. Een grof frikandel. Geen idee. Ooit geleerd van mijn opa. Echt? Dan ging hij mee meenemen naar de snackbar om te leren wat grof frikandel was. Oh, we zijn er al. En we hebben chicken wing. Oh, ik dacht ik ga mijn auto open. Wat ben je aan het doen? Okay. Nee, ik kon het niet kiezen. Maar wij gaan lekker fratsen. Yes. Ja. Sticky. Het is inmiddels avond. Ik heb gegeten en ik heb... Ze zit te blazen zeker. Nou, ik moet hem hier opzetten, want anders wordt hij zo boos. Ik heb topje aan, broek van Chiquel, blazer van niemand Labella. Hey, dat is onze blazer. Ja. Nice. Oh. Ja, nou, leuk. Ik geef gewoon even een fitcheck. We hebben een discussie of het shit, batterij is bijna op. Snel, praten dan. Of het pulk is in een snot van mayonaise of een punnuk. Wij zeggen... Punnuk. Nee. Nina en ik zeggen pulk. En Anne en Isabel zeggen punnuk. En ik heb al een poll gezet op mijn Insta en mensen zeggen dat het een pulk is. Ja, punnuk is gewoon dat snotje. En je bent punnuk. Nee, je bent een pulk. Je bent dan gewoon aan pulken die pulk. Ja, ik snap niet dat jij dat nooit hebt gehoord. Nee. Nou, ik snap ook niet dat wij ons heel leven gaan kennen en ik heb nog nooit gehoord. Maar zijn jullie dorpelingen of zijn jullie dorpelingen? Ja. Echt dorpeling zegt punnuk. Nee, echt dorpeling zegt pulk. Nee. Maar jongens, let me know in de comments, want wij komen er niet uit. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Oh my god, mijn batterij. Gisteren al. Downie. Nou, ik kan nog heel kort. Ik zit al een hele dag op, ik heb mijn nagels laten doen. Ik was met Anne en Bart. Oh, dit gaat er... Oh, ik was het... Die kop van jou... Dat is echt goud. Goud hoor. Ik was met Anne en Stan. Stan is nog steeds een vriend. Hè? We hebben vandaag een jaar! Woe! En we gaan vanavond lekker uit eten. Maar nu gaan we naar zijn wedstrijd, naar zijn voetbalwedstrijd kijken. Met Annie. En Annie en Stanny. Ach, Annie en Stanny. Annie en Stanny. We gingen samen lekker koffietje drinken terwijl ik mijn nagels ging doen. Echt cool, schattig. Ik heb weer lekker koffietje en de batterij is bijna op, dus ja, dat is weer helemaal kut. Het is inmiddels alweer avond. Ik heb me helemaal opgemaakt. Pretty. En omgekleed. Ik heb een zwarte blazerjurk aan. En mooie hakken, laarzen en een tasje. En we gaan nu lekker uit eten, omdat Sanne en ik dus een jaar hebben. En we gaan lekker eten bij George Marina. Ik heb super veel zin in. Oh, lekker toetje. Heerlijk. Nooit op de vlog. Jongens. Jawel. Het is zaterdagavond. Laat ons een stukje vloggen, maar dat niet in de vlog. En ik ben net uit geweest. Wij zijn... Uit. Nee, wij zijn net uit de club. En we zijn heel wazig. Wacht, hoe doet hij? Ja, dit is ook wazig. Opnieuw, je moet je opnieuw filmen. Waterbouw! Hier! Oh, wat vind je hiervan? Mijn verjaardag was hartstikke gezellig. En we kennen zometeen misschien ook bij mij frituren. Zo! Even kijken wat het zusje doet. Als het zusje gaat frituren, dan zijn wij niet beschikbaar. Maar wij zijn altijd beschikbaar. Sowieso. Voor frituren. Tuurlijk, mij kun je altijd bellen. 06 4321. Woe! Speedy. Ja. Is dit nou heel vies?
apart. Jongens, ik zit lekker op de bike. Want, you know, healthy lifestyle. Healthy lifestyle, ja toch. 4 uur 's nachts, krap bier in je mik. Ja, healthy lifestyle, ja toch. Krap bier? Denk je dat ik bier drink niet goed? Wie de fuck ben jij, gozer? Hey, ik weet niet wie jij bent, maar ik ben aan het vloggen. Oh, Bart. Heel apart, denk ik. Nou, ik vind het niet normaal. Ik vind het zo lekker. Jij ook? Aankoppel lekker. Hoe laat is het ondertussen? 3:30. Het is in Tiki Tala. Je moest de nappie hier doen. Oh, dat gaat zien. Maar ik ben met Am. Net zoals gisteravond. We hebben gevlogd, maar zo, dit is een show. En ja, we hadden gevlogd, maar volgens mij waren we dus geen één keer scherp, jongens. Het is zo erg. We gaan nu naar de Starbucks. Het is herfst, ja. Want het is herfst en dat betekent pumpkin spice latte. Vandaar dat je hem ziet of zo. Ik zit even te denken waar je zin in hebt. Ik heb ook wel zin in zo'n sipbeetje. Ja, gewoon zo'n lekker broodje. Met een avondvloer. Huh? Hoezo gebruik je die app? Dat doe ik altijd. Maar dat, nee, dat snap ik. Ik snap niet dat mensen dat doen. Deze is zoveel beter dan die andere. Ja, QC, McDonald's, Subway, Starbucks. Hoe lang is het rij, ja? Ja, die ene. Asfort. 36 minuten? Dan moeten we nu hier naar 36 minuten. Links. Gaan we dat doen? Ik weet het niet. Ik zit er naar te kijken via dat schermpje van. Gaan we dit doen? Daar heb je dus een drive-in Subway. Ik heb daar wel echt en dat is waar je nu wil met dit weer. Je hebt geen drive-in Starbucks, maar dat negeren we even. Maar dat bestaat. Nee, dat hebben ze dus niet in Nederland. Waarom? Maak alles drive. Drive is zoveel beter voor je leven. Dit is een car vloggy. Auto. Roadtrippen met girls. En ik heb no stem. Zo, ik ook niet. Oké, okay, jongens, we gaan dus nu naar Amersfoort. Nee. Wij zijn zo random. Ik word er niet goed van. Maar ook, we rijden, nee. Ik hou jou op. Ja. We zeggen, we gaan even naar de A4. Even KFC. Ja. En Starbucks. En ik ben bij jou, nee, ik heb geen zin om naar, we gaan naar Utrecht. We gaan even leuk toeristische route zeggen. Door Noorden. Leuk. En dan is het terug, is bij jou wel 50 minuten. Ja, daar denk je niet aan. Nou ja, boeien, wat hebben we anders te doen? Ik heb een volle tank. Ja, want je hebt gisteren getankt. Gisteren? Ja, dat was gisteren. Jij was daarbij, hoor. Oh ja! We gaan lekker naar Subway, Starbucks. Love my life. Oh ja, dan kunnen we ook naar de Subway, niet naar de KFC. Ja. Alles komt zo laat binnen in mijn leven. Jezus, Anne, dat is echt al helemaal het begin van mijn plan. Dat is zeg maar het plan waarom we naar Amsterdam gaan. Omdat je daar de Subway Drive hebt. We got... Zo schrijf je het ook niet, want je zegt Shia Bottle. Dat zeg je. Schrijf. Nee, saai, je moet helpen. Je hebt hier een manier voor. Nee, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik niet. Jongens, we hebben de Subway. We hebben Chipotle. Nee, we hebben chicken teriyaki met kaas. Nou, hè. En alles erop en eraan. En chipotle saus. Chipotle. Lekker. Wat voor brood is dit? Italian herb. Gewoon met... Van kruiden? Ja. Nou, ik zeg ook gewoon, ja, doe maar hetzelfde. Geen idee wat je hebt besteld. Nou, maar jij vindt alles lekker dus. Ja. Ik ook. Ik vind alles lekker. Dat is echt heel chill. Ja. Je zit er een manier op, ja, maar ik weet niet wat het is. Heerlijk, even lekker een brood. Ja, weet niet hoe het zit. Kijk hoe André dit doet. Oh. Maar je duwt hem echt zo omhoog. Ja. Dat lukt mij niet. Kruimel, joh. Ja, maar dat was toch wel erg. Maar goed, ik heb hem nog niet op school gemaakt. Maar dit is echt, dit is een punt, jongens. Dat is echt niet tegen. We zijn gewoon 50 minuten gaan rijden om hier te krijgen. Want dit is gewoon, dit moet je overal hebben. Ja. Pittig. Nee, heet de kip, joh. Warm. Ja. Het brandt bijna met mel. Echt? Maar je hebt hier een McDonald's, een Shabu Shabu. Dan een Subway, Starbucks. Waar is de Starbucks dan? Oh ja. En KFC. En de KFC. En de Hulk Express. En de Hulk Express. Dit doet me echt goed. We zaten net allebei zo van nee, we moeten nu eten. We zaten echt zo dood in de auto.
Nog 20 minuten. Ik ben blij dat we even een broodje hebben en niet meteen veel te hap. Ik ook. Dit is veel beter voor je lichaam. Nou. Nee, heel dat brood. Nee, Sarah. Je zat gewoon op in een minuut. Hm? Maar je is echt op in een minuut. Ja. Normaal zit ik echt bomvol na zoiets, maar zo'n honger. Het is ook bijna 2 uur, hebben we nog niet gegeten. Ja. En we zijn 10 uur wakker. Maar we zijn best wel vroeg op pad voor een zondag. Ja, we zijn om 2:30 in Amersfoort. Ja. Oh, ik heb me dat gisteravond verteld dat we rijden. Nu niet meer. Ik liet mijn rem los. Moet je de rem inhouden dan de hele tijd? Nee, maar dat weet ik niet meer. Bedoel. Hoe kan dit? Er zit opeens geen brood meer bovenop. Zet hij hem nou gewoon daar neer? Nee. Dat gewoon. Is er nou iets raars? Dat is heel kut. Vind je het te pittig? Nee. Het is wel pittig. Het is wel pittig, ja. Maar niet dat je denkt van, oh, nee. Ik krijg nou een... Maar echt, zoiets met jou mag kanker beter tegen. Ja? Ook eten wij nooit heel vaak nee. Pittige dingen samen, maar... Rain. Misschien onbewust meer gaan waarderen. Nou, eerst dacht ik misschien nog had je een voor... Meenemen. Ik dacht, waarom zou ik het doen? Ja. En ik denk, ja. Oh, maar het is zo lekker. We hebben gewoon echt Surinamers. Sambalder, it. It. Ah! Nee! Hoezo krijg je geen servet erbij? Inderdaad! Hoeveel? Dat heb ik niet aangepakt. Nee, je gaf gewoon die 2 broodjes los. Ja, ik ga zo echt sorry. Het is echt, heb je geen servet hier liggen? Ja, ik heb echt veel in mijn auto, maar niet. Mondkap. Nou, ik weet het ook niet. Kijk maar even. Wat is dit nou weer? Chia bottle. Ik kan de pot op. Je dacht dat ruimde, hè? Ja. Hier komen echt veel jongeren. Ja, dat snap ik. Ik zou hier ook heen gaan. Nou. Nah. Ik ga hier zelfs even knieën wonen. Ja. Als ik in Utrecht wonen, zou ik hierheen gaan, hoor. Wacht, ik ga even uitstappen, want dat is echt niet gezond. Nee, kijk, deze oplader. Hallo, focus. Nou, in ieder geval is het niet best. Ik vond het fenomenaal. Ja. Ik heb het echt... Ik kan er nog maar eentje op. Ja, ik ook. Ik zit nog niet vol. Man. Dit was mijn vorige gerecht. Ja, of we kunnen gewoon even naar de QFC. Ja. Of naar de Shabu Shabu. We kijken wel echt om ons heen, want ik kan jou lekker alles halen. Ik wil misschien wel naar de Shabu Shabu. Another day, another Starby. En another Starbucks beker. Kijk hoe leuk deze is. Ze hadden, hij was dus maar 3 euro. Omdat de deksel en het rietje er niet bij waren geleverd. Maar die heb ik thuis. Niet lekker? Wel. Oh. Echt soort spiced. Hoe kan dat? Ik, ja? snap niet wat ik proef. Dit is wel lekker. Ja. Dit vind ik lekkerder dan even karamel en zo. Ja. Ja, dit is, maar dit hebben ze alleen in de herfst. Zo stom. Oh, dit is echt lekker, hè? Lekker kaneelkoffietje. Het is helemaal ook lekker schuimpje, joh. Ja. Ja, ik vind het echt leven. Ik krijg nooit die deksel weer lekker. Oké, nou. Hoi. We hebben weer een mee. Oh, het heet ook Foodfort Amersfoort. Oh. Foodcourt, wat staat er? Court. Jongens, we hebben echt moker veel besteld. Waar ik hier zie. Gewoon een bucket. Popcorn, variety. Garlic mayo, wat lekker. En chili saus. En very nieuw. Maar kijk, jongens, dit is het dus. Wajo, wajo, wajo. Oh, jongens, we hebben zo een lekkere bucket. Oh. Jongens, dit is zo gaar. Wij zeggen een kleine popcorn. En we krijgen letterlijk dit. Dit zijn 4 stukjes popcorn, denk ik. We dachten dat het wel iets groter zou zijn. Maar ja, kijk dat verschil. Dat is echt een grap. Jezus. Dit is inderdaad niet echt een parkeerplaats, maar ja. Oh. Lekker? Ja, zo. Nee. Ze zijn, ik moet de knapperig zijn. Ja. Dit is dus waar ik een mukbang van wilde maken. Ja, kut, dan ga ik hier een keer heen. Dan ben je, heb je dat dus nu eigenlijk al een soort gedaan. Ja. Nee, maar dat is wel anders. Ja. Dan ga ik hierheen en dan ga ik alles langs. De McDonald's, de KFC, de Subway, de Shabu Shabu. En dan ga ik van alles wat eten pakken. Wat is dit dan? Chicken wings. Oh. Oh, kut. Ze zitten met die botten. Er zit geen bot in. Ja. Mm-hmm. Ik heb misschien die chili saus. Waar is dat? Lekker. Oh. Weer geen. Wow! Is er vetter? Dat meen je niet. Maar ze zijn echt zo erg. Maar ja. Eik! Niveau. Nee, helemaal opgeleverd je eten.
Ik moet echt servetten hebben, dit kan niet. Gewoon. En dan is het alweer maandagochtend, jongens. Gisteren was echt een super gezellige dag met Anne. Maar nu is het maandag. Tijd voor verantwoordelijkheid. En stage. En onderweg naar werk. Dus ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vond je dat? Nou, leave a thumbs up. Subscribe, support your girl. Stalk me on the gram. You know. Ik kan dat 100 keer zeggen. Maar dat weten jullie al. Dus waarom moet ik het blijven zeggen? Want als jullie het al weten, waarom gebeurt het dan niet? Oké, nee. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En geniet van je dag. Hou van jezelf. Love you.